Mijn naam is Arjen van der Pol en ik ga vandaag wat vertellen over DVG. Dat heeft de organisatie achter DVG gevraagd om hier dat onder de aandacht te brengen. Ik ga dat samen doen met Marcel Bouw. Die komt na 10 minuten hier het podium opgerend, hoop ik. Want we hebben een kwartier. En dan neemt hij het over. Dan gaat hij ook wat grafische dingen laten zien. Ik ga wat achtergrondinformatie geven over de DVG. Ik vertel wat over wat het is. Ik ga iets vertellen over wat het kan, hoe we georganiseerd zijn. Ik vertel wat lessons learned. Ik werk bij UWI en UWI is op dit moment bezig met de implementatie van een toptakensite voor gemeente Haarlem en Meer. En die hopen we 8 mei live te zetten. Dus dat schiet op. En daar hebben we zeker wel wat geleerd, wat ik kan delen. En dan komt er nog iets over het flexibele design. Normaal is dat Marcel die daar wat over gaat vertellen. Wat is het? DVG, het is een afkorting en dat is Drupal voor gemeentedistributie. Het is ook een distributie waarmee je een toptakensite kan implementeren. En misschien zijn de meeste van jullie niet op de hoogte van wat een toptakensite is, maar dat is iets wat leeft in gemeenteland in ieder geval. En dat komt erop neer dat heel veel gemeentes vroeger als de oudste bewoner 110 jaar was geworden, dan stond dat op de frontpage en was dat heel belangrijk. Dat is niet meer helemaal van deze tijd. Gemeenten willen ook snel mensen helpen, dus ze moeten op die site komen en ze moeten gewoon gelijk de paspoort kunnen aanvragen of gelijk de rijbewijs kunnen verlengen. En dat zijn die toptaken. Dus ze willen mensen snel kunnen helpen. En deze distributie is in feite out of the box, kan je installeren en je hebt eigenlijk zo'n site. En dat is natuurlijk wel interessant voor gemeentes en ook voor partijen, ontwikkelaars. Ik denk dat er hier meer ontwikkelaars zijn vandaag dan gemeentes. Om kennis van te nemen. Out of the box heb je eigenlijk al een site. Het is ook een initiatief van gemeente Vught en het is gebouwd door Easy Company en Eend. Alle dank aan gemeente Vught die zo slim is geweest om dit traject aan te gaan. En ook zo goed geweest om het te open sourcen. Redelijk uniek, denk ik. Frank Schaap, hij is hier vandaag ook. Ik zie hem nu niet zitten, maar die is waarschijnlijk naar een andere Drupal-talk. Hij kent dit verhaal vrij goed. Hij is namelijk de initiatiefnemer. Het is gebouwd door Easy Company en Eend. En die hebben daar een hele mooie job gedaan, denk ik. Dus staat ook op drupal.org. Het is ook een vereniging in oprichting. We zijn daar druk mee. Wat ik daarover kan vertellen is dat gemeente Almelo, Haarlem en Meer, Leeuwarden, Oude IJsselstreek, RID, De Liemers, Venlo en Vught zijn gemeentes die er nu mee bezig zijn. Dat is het laatste wat ik gehoord heb, want het groeit wel gelukkig. En de leveranciers Easy Company, Trinfinity, Webscale, WOW, UWI en Eend zijn daar ook mee bezig. En we hopen natuurlijk ook hier aandacht te vragen voor dit geheel. Omdat jullie wellicht ook geïnteresseerd kunnen zijn. Dan kan je altijd naar Drupal voor gemeenten om je aan te melden. Je kan ook meegaan helpen met die vereniging, zeg maar. Wat kan het? Ik kan snel een toptakensite implementeren, zoals genoemd. Daar gaat Marcel straks wat voorbeelden van geven. Wat je krijgt is in de praktijk getest een goed bevonden site. Gemeente Vught en Frank zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het zijn mensen die vooraf ook allerlei onderzoek hebben gedaan in het gemeentehuis. Om mensen te vragen van ja, hoe wil je nou dat als je op jouw gemeentesite komt, hoe wil je daar geholpen worden? En al die investeringen zitten eigenlijk in dit product. En dat kan je dus gratis downloaden. Dus dat is echt wel interessant. En de baas blijft gewoon onze vertrouwde Drupal CMS, dus hartstikke cool natuurlijk. En wat je ook krijgt is een voor redacteuren slim ingerichte beheeromgeving. Vorige week sprak ik nog een redacteur die heel erg druk is nu Haarlem en Meer te vullen. En die gaf nogmaals de complimenten voor die fantastische beheeromgeving. Die neem ik dan in ontvangst en dan bedank ik Easy Company later wel weer dat ze dat zo mooi geïmplementeerd hebben. Maar dat is natuurlijk gaaf om te horen.
Even kort hoe we zijn georganiseerd. Nou, een vereniging oprichting met tijdelijk bestuur, bestaande uit 4-5 man op dit moment. We hebben een manifest gemaakt. We hebben een community, dat is natuurlijk wat we er samen van maken. Dus ik hoop dat jullie allemaal, als jullie hier uitlopen, je aan gaan melden natuurlijk. Ik doe vandaag dit praatje bijvoorbeeld, dat is mijn steentje wat ik bijdraag. We communiceren via droepelvolgemeente.nl. We hebben een Twitter-account waarin op de hoogte gehouden wordt van nieuwe ontwikkelingen. En op droepel.org kan je de DVG downloaden. Nou, nog kort wat lessons learned. Wat wij als UWI hebben gemerkt is dat als je zo'n project krijgt en een gemeente graag met DVG wil gaan werken, dat je snel moet aansluiten bij die vereniging. Daar zitten de mensen met de kennis. Ze zijn ook hartstikke open om mee te helpen, mee te denken. Er is geen denken van de concurrentie. Het is echt elkaar helpen. Dus dat is fantastisch, denk ik. De lunches in Vught zijn goed, want Vught die is nog echt wel de hoofdsponsor. En ik kom er graag. Gemeenten zijn net mensen, zijn allemaal anders. Je zal gemeentes hebben zoals Vught, die enorm gedreven zijn, heel erg in die open source mind zitten. En heel erg, ik denk dat die vele tienduizenden euro's erin gestopt hebben. En dat geven ze dan dus vrij. Je zal ook gemeentes hebben die zeggen, hey, dat is handig, we downloaden het, we zetten het neer, we zijn klaar en we geven eigenlijk niks terug. Daar heb je ook wel rekening mee te houden. Dat ze niet allemaal zo enthousiast als Vught zullen zijn. Zoek contact met andere leveranciers. Dus in die vereniging, maar ook daarbuiten kan je dat doen. Andere tip is, het grootste werk van die toptaaksite is dus het werk van de gemeente. Je kan binnen een week zo'n site neerzetten ongeveer en dan kan je in feite live. Hartstikke fijn, alleen die gemeentes die zijn gewend om soms trajecten van een half jaar te doen. En daar helemaal in te groeien en nu ben je heel snel live. Dus ga maar vullen. En dan zijn ze soms van over onder. Dat moet je bij ze neerleggen. En zorg ook dat je bij die gemeentes de juiste mensen aan tafel krijgt. Met name de back-office systemen zijn vaak complex en heel oud. En daar heb je mee te dealen. Want dat is niet altijd heel makkelijk. Ik heb zelf redelijk lang moeten zoeken naar de personen die gingen over bepaalde systemen. Nogmaals, je gaat heel snel met zo'n DVG-release, dat loopt dan nog achter. Ook een belangrijke, en dit is natuurlijk een levensles die voor iedereen geldt. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, van de bekende filosoof Bas van Toor uit Vlaardingen. Marcel, take it away, zou ik zeggen. Ja, ik heb mijn eigen dingetje. Goedemorgen allemaal. Nog, net deze ochtend. Filmpje mag ingestart worden. Ik ga wat vertellen over onze uitbreiding op de DVG. Dat is het nieuwe theme wat wij ontwikkeld hebben voor de gemeente Oude IJsselstreek. Die hadden totaal andere wensen dan Vught. Zij wilden namelijk, dit is de site van Vught, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Prachtige site, heel typografisch. En de Oude IJsselstreek wilde veel beeld. Tegenovergestelde. En ik ga even een trouwwandelingetje met jullie doen door Vught en door de Oude IJsselstreek. Om het verschil te laten zien. Dit is Oude IJsselstreek. Het is nog de nulversie zoals wij hem zelf noemen. Hij is al live omdat de oude website slechter was dan de nieuwe. Wij zijn bijvoorbeeld nog niet zo blij met foto's. Het is een leuk storytelling dat in één keer een soort van Chucky in het veld zit. En met een duistere lucht erboven. En de foto die erop volgt laat zien wat er daarna is gebeurd. Wat we onder andere hebben gedaan is een uitbreiding op de zoekfunctie. Dus er zitten suggesties in en auto, hoe noem je dat? Dat die dingen aanvult. We hebben de toptaken als een shortcut menu aangeboden in icoontjes. En als je naar beneden scrolt, heb je de toptaken nog een keer in blokjes. Plus een nieuwe sectie, want we wilden ze ook graag erin hebben op een prominente plek.
En hier staat meer informatie over de toptaken, wat je daar kunt vinden. Het is allemaal nog steeds helemaal op dezelfde distributie gebouwd. En volledig responsief uiteraard. Weer terug. Ja. Dus we hebben wat mooie scriptjes erin zitten, waardoor alles lekker beweegt. Maar we zijn nog druk bezig met de doorontwikkeling, dat moet ik er wel even bij zeggen. Dus even kijken, wat gingen we toen ook eens weer doen? Trouwen, ja. Nou ga ik even, dit is de homepage van Vught. De volgende pagina die je krijgt, dat is een menupagina. Dus er zitten eigenlijk alle subopties in die bij dat onderdeel, bij die toptaak horen. Dat ziet er in Vught zo uit. En bij de oude IJsselstreek. Nou, zo zie je al dat er behoorlijk wat van de structuur precies hetzelfde is, maar qua vormgeving iets anders. Gaan we nog één niveau dieper. Trouwen in Vught. Mooie, strak opgemaakte content. Dat is bij de oude IJsselstreek, zijn we daar nog druk mee bezig. De tapjes voor de verschillende secties. Even trouwen in de oude IJsselstreek. Zie je dezelfde structuur, ook met de tapjes, maar totaal andere look en feel. Dan gaan we weer terug naar de homepage. En bij de oude IJsselstreek kan je in stapjes terug, zonder breadcrumb. Dus je hebt overal arrows staan waarbij je of vooruit kan, of achteruit, of naar beneden, of naar boven. Dat wordt consequent doorgevoerd. En dit is nog even een screen capture op een iPhone. Om te laten zien dat dan de interface anders is. Bovenin zag je bijvoorbeeld dat er nu 8 toptaken in beeld zijn in één keer. Het is allemaal helemaal SVG opgebouwd, dus scalable to the max zonder dat het onscherp wordt. Op het gras na dan natuurlijk. Chucky hebben we er even uitgeknipt, het varken zit er nog in. Nog even om op zijn kantje gezet. Het beeld draait helaas niet mee. Maar dan kun je zien dat het ook zo werkt. En dit is onze bijdrage aan de DVG-distributie tot nu toe. We zijn druk bezig om hem verder te perfectioneren. En om de content strak te krijgen met de gemeente. Dat kost altijd even wat tijd. En daar heb je de juiste mensen voor nodig. Zodat dit soort lappenteksten enorm ingekort kunnen worden. Want de DVG staat voor excellente dienstverlening aan de burger. En dan moet je niet met enorme lappentekst aan gaan komen. En dat was mijn verhaal. Volgens mij gaan we nu lunchen, dus eet smakelijk voor zometeen. Oh, zijn er nog vragen? Is er nog tijd voor dan? Oké, nou, zijn er nog vragen? Ja, er is bijvoorbeeld een koppeling met DigiD, zit er standaard in.
Of er nog speciale tools of koppelingen, dingen in zitten die niet zozeer betrekking hebben op de content van de DVG, dat het niet alleen om content gaat. Het is natuurlijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk partijen gaan doorontwikkelen aan deze distributie. Dus iedere gemeente die weer zijn eigen koppeling nodig heeft met bijvoorbeeld een zaaksysteem, kan straks hergebruikt worden door allerlei andere gemeentes. En er zitten al een aantal koppelingen in, maar nog niet alles. Dus dat gaat groeien met de tijd. Maar DigiD zit er bijvoorbeeld in? Ja, DigiD zit er al in. Ja, ja, en betalen zit erin. Met OGO, dat is de enige betalingsproviders van de gemeente. Frank Schaap. Andere vragen? Ja? Is het jullie gelukt om het alleen met een thema te doen? Of hebben jullie ook eigenlijk een totaal? Dan moet ik even naar onze developers kijken. Of er nog speciale modules ontwikkeld zijn om ons thema voor de Oude IJsselstreek in te bouwen. Nee. Dus... Ja, dus ja. Nou, dankjewel voor jullie bijdrage. En dankjewel. Dan gaan we nu inderdaad lunchen.